Welkom bij de 99e editie van de Vierdaagse. Wij zijn hier vandaag in Mook en wij gaan u helemaal op de hoogte brengen wat er hier voorbij komt. De lieve voetjes die al jaren trouw met mij meegaan. Jullie hebben deze week ja, we zitten hier in Nijmegen. Ik ga nog haar. Burgemeester van Mook, oud-Tielenaar Willem Gradissen. Hallo. Wat een feest hier. Ja, geweldig hè. Ja, en dan hebben we twee keren. We hebben donderdag en vrijdag. En eigenlijk zijn we een van de weinige, eigenlijk de enige gemeente die dat twee keer hebben. Dus dat is heel mooi. Ja, en dit is gewoon altijd zo, dit feest, de Vierdaagse. Dit is het geweldige feest. En je merkt ook de hele sfeer en de vrolijkheid. En ja, mensen zijn zelf de dolle hemel. Ze hoeven hier nog maar 10 kilometer lopen en zijn ze in Nijmegen. Ja, einde is in zicht. En het is kleinschalig. Hè? Je staat op de mensen, we hebben geen podium. En dat vind ik geweldig. Ja, succes. Ja, ik zie ook dat mensen het erg leuk vinden. Ja, hier. Ja, ik ook. Ik ook, ja. Hey, bedankt hè. Bedankt voor jullie komst. Ja, dat gaat gewoon door hè. Ik heb een soort staande receptie. Ja. De wethouders van Tiel, aanwezig in Mook. Ja, uiteraard om iedereen aan te moedigen, maar met name natuurlijk de Tielse deelnemers. Ja, ja. En heb je al wat Tielenaren gezien? Oh ja, een x-aantal. En die zijn hartstikke blij met onze flipje water. Want ja, het is warm en we kunnen water meegeven en we zeggen dan, met flipje water haal je het. Oké, flipje water, waar is dat? Ah, wat leuk! En alle Tielenaren die we tegenkomen, die krijgen dit. En die zijn er heel blij mee. En dit is dus flipje water en hier haal je de streep mee. Hé, hey, maar wat een feest hier, hè? Ja, het is ongekend. Het is altijd al een feest en met dit weer is het helemaal prachtig natuurlijk. Je ziet ook echt het plezier en je kunt ook merken dat aan het eind loopt, want iedereen loopt nou zeg maar op de wolken en gaat gewoon lekker de eindstreep halen. Ja, genietend. Absoluut genietend. Soms zie je nog wel eens een gezicht van, au, moet dit nou? Maar die zetten ook echt door, omdat je wordt ook gedragen door het publiek hier natuurlijk. Een Tielenaar die hier dwars door Mook nu gaat. Ja, gezellig. Ja. Hoe gaat het? Goed. Lekker, gezellig en de hele week is het al een feest, dus heb het goed naar ons zin in Nijmegen. Ja, en hoe is het met de beentjes en de voetjes? Ja, één klein blaadje, maar voor de rest valt het mee, dus gaat goed. Ja, maar ben je een ervaren wandelaar? De zesde keer, dus ja. En wat is dat nou? Ja, het werkt verslavend denk ik, dus ja, blijf leuk en gewoon die gezelligheid om de Vierdaagse heen eigenlijk. Dus, En dat doe je altijd met een vaste club? Ja, we lopen met z'n vieren, dus ja. Nou, weet je, ik ga je niet langer ophouden. Heel veel succes met die laatste kilometer. Ja, dankjewel. En veel plezier. Dankjewel hoor. Goedjes. Wij zien hier een flipje shirt. Ja, maar ik ben niet de enige. Er zijn er al een paar langsgekomen als het goed is. Met een oud shirt, een nieuw shirt. Dus ja, moeten we toch Tiel proberen een beetje op de kaart te zetten. Hè? Dat lukt. Dus ik heb verschillende positieve reacties gehad van, hey flipje. Dus dat, hey, hoe gaat het? Goed. Eén blaadje, tweede dag. En voor de rest behandelen en afplakken en lopen. Hè? Zo werkt dat? Zo werkt dat gewoon. Ja, gewoon blik op oneindig. Nee, dat is flauwkul. Gewoon met verstand lopen. Luisteren naar je lichaam. Op tijd rusten, op tijd eten en drinken. Zorgen dat je zout en mineralen aangevuld worden. Komt het helemaal goed. Ja. En hoe is de sfeer? Ja, uitstekend. Hè? Je merkt het zoals het hier nu ook is. Dat is, nou ja, en burgemeester Gradissen die verwelkomt natuurlijk alle lopers door deze gemeente. En ja, als oud-wethouder van Tiel en ik ben inwoner van Tiel, ja, dan konden we toch even wat doen. Dat goed zo. Ja. Succes met die laatste kilometer. Zal best wel lukken, dankjewel voor dat. Thank you.
Jazeker. Hoe gaat het? Gaat heerlijk. Ja, het meeste stuk zit erop, hè. Nog 8 kilometer. Goede voeten, geen blaren. Gezellig meelopen, ja, dan word je door de mensen gedragen. Dit is echt fantastisch, dit is heerlijk. Ja. En de hoeveelste keer is dit voor jou? Dit is de 5e keer dat ik hem loop. En de laatste, hoor. De laatste? De laatste. Is het zwaar? Nee, het is niet zwaar, maar de voorbereidingen die je moet doen. En weet je, dan is het toch wel genoeg geweest. En 5 keer lopen was ooit het doel. 5 keer de 4-daagse lopen. Dat heb ik nu gedaan. Dus nu eens kijken wat we verder gaan doen, hè. Ja. En je hebt net wat Tielse spulletjes in je handen geduwd gekregen. Ja, een flesje water van Henk en een mooie... sleutelhangertje met streepje erop, dus die gaan we zo lekker dragen als ze binnenlopen in Nijmegen. En dan feest vieren. Zeker weten, feest vieren. Hoor. Succes. Ja, dankjewel. Jullie ook nog, hè. Ja. Meneer, hoe gaat het? Laatste leutjes, hè. Ja. Zwaar. Ja? Ja, het wordt steeds zwaarder. Ja, en pijn? Aan de voeten. Zoals denk ik het merendeel wel heeft. En waarom doe je mee? Voor de 3e keer, ik wil volgend jaar eigenlijk ook nog meedoen. En dan mag het onderhand wel klaar zijn. Dan heb ik genoeg gehad. Heb jij de prestatie geleverd? Ja, dat bedoel ik. Nou, succes met die laatste kilometers. Oké, dankjewel. Goed, hè? De 4-daagse zit er hier in Mook op. De bezemwagen komt al voorbij. En het is een super geslaagde editie geweest van de 4-daagse, de 99ste. Volgend jaar zijn we er weer bij op uitnodiging van de gemeente Mook. En dan zien wij je weer.